En met je clipopname, je zei het al, werd ook een rondvlucht weggegeven. Je hebt zelf ook gevlogen. Was het je eerste keer? Ja, dat was mijn eerste keer. Ik vond het heel erg eng. En ik was heel erg zenuwachtig. Ik was die dag ook op de radio bij Radio NL. En nou ja, ik was zo zenuwachtig en gespannen. En ik kletste aan één stuk door. Nou, dat doe ik normaal ook hoor. Maar nou, toen was ik natuurlijk helemaal enthousiast en helemaal gespannen. En, oh. Maar het was heel erg leuk. En toen ik erin zat, dacht ik van ja, waarvoor heb ik al die buikpijn gehad? En net voordat ik er een beetje in moest, toen dacht ik van shit, waar ben ik aan begonnen? Maar ja, het was uiteindelijk wel een beetje ons idee. Dus ja, eigenlijk was het mijn eigen schuld. Maar ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. En het is helemaal niet eng. Het is hartstikke leuk. Ik heb er meerdere mensen die ik echt heel goed vind. En ja, mijn moeder natuurlijk. Duh. Nou, eigenlijk in mijn voorbeeld is dan wel ook mijn vader. Ja, wij zijn echt ongeveer allebei hetzelfde. En we kunnen altijd heel goed met elkaar vinden. En onze lol gaat ook, ja, we hebben altijd lol met elkaar. En dat is wel grappig. En mijn moeder, we steken mijn moeder dan altijd de gek aan. Dus zo gaat het meestal bij ons. Dus meestal vindt ze het niet zo leuk. Dus staat er nu bij te kijken van oké. Okay. Oh my god. En, nee, maar dat is dan echt wel mijn voorbeeld. Nou, mijn moeder natuurlijk ook. Maar qua zangers of zangeressen, er zijn heel veel mensen die zo goed zijn. En ik pik gewoon van veel mensen, kijk ik daarna van hoe doen ze het. En hoe doen ze het op Twitter, Facebook, al dat soort dingen. Social media, voor de camera, interviews, op de radio, dat soort dingen. En hun optredens natuurlijk. En daar kijk je een beetje naar. En dan probeer je de pluspunten eigenlijk een beetje van te stelen. Als ik het zo mag zeggen. En nou ja, dat is natuurlijk wel belangrijk.